Vandaag krijgt SOS Tasman een nieuwe leerling in de klas. De juf staat met Cornel voor de klas om hem aan de groep voor te stellen. Dit is Cornel en die is hier nieuw. Ik ben Cornel, ik kom uit Amsterdam. Wat is je lievelingsdier? Cornel lievelingsdier krijgt het gevoel dat hij er helemaal bij hoort. Hoe heet je kat? Kat heet Willem. De juf vertelt Cornel nog een aantal dingen van de school. De kinderen vinden ook dat hij een beetje stoer doet met zijn Amsterdam. Hoe heet jouw kat? Mijn kat heet Jasper. Ah, cool. Die van mij heet Willem. Nou, dat hoef ik echt niet te weten hoor. Hadden we jou iets gevraagd of zo? Echt, hè? Oké. Ze vinden hem een kneusje. Dan komen de kinderen op een idee. Cornel besluit om naar de wc te gaan, om daar even tot zichzelf te komen. Alleen wordt hij achtervolgd, hij is doodsbang. Kijk daar! Waar gaat hij? Ik sla hem neer! Hij mist zijn vrienden in Amsterdam. Daar! We slaan hem neer! Zie je echt wel, kneusje? We slaan hem neer! Jongens, hier zit hij! Kom eruit, kneus! Goed zo! Kom eens helpen! Maar dan ziet hij wat ze met zijn fiets hebben gedaan. Daar is niks meer van over. De juf vraagt aan de kinderen of ze iets weten. Weet iemand misschien waar Cornel is gebleven? Nee. Nee, ik weet niet waar Cornel is. Nee, misschien op de wc? Na de middagpauze is Cornel nergens te bekennen. Vandaag is vader van Cornel iets eerder thuisgekomen. Cornel is inmiddels ook thuis. Is dat Cornel? Ja, volgens mij is het Cornel. Hoe was het op school? Het was wel leuk. Mooi. Wat ben je eigenlijk vroeg thuis? Ja, we mochten het eerder uit school. Oh, leuk. Ja, vond ik ook leuk. Ja, hij is vast moe. Ja, ik denk het ook. Dan beseft Cornel zich... Dat ik morgen weer in de school kan gepest worden. Hij wordt gepest. Wat is er aan de hand? Cornel, wat is er? Vertel het ons maar. Op school ben ik gepest. En ze hebben me opgesloten in de wc. En mijn fiets kapot gemaakt. Mijn zoon pesten? Dat gaat niet zomaar. Hij moet toch gewoon elke dag leuk naar school kunnen gaan? Het is toch een hartstikke aardige jongen? Doen ze op die school niks aan pesten? Nee. Nou, dat... Dan gaan we maar even naar die school toe. Kom. De familie is aangekomen op school. Ze zitten in een gesprek met de juf en de directie. Wij zijn helemaal uit Amsterdam gekomen en wij willen wel dat ons kind met respect behandeld wordt. Pesten? Ik heb echt geen idee van dat hier op deze school wordt gepest. Het is net zo gezellig in onze klas. De moeder van Cornel is boos. Ik geloof er niet van. Dan gaat Cornel naar een andere school hoor. Nee, wacht. Wat bleek nou? Cornel werd elke keer gepest door zijn Amsterdamse accent. Pesten, dat is echt niet fijn op deze school. Ik snap er echt helemaal niks van. Nee, het is zo apart. Ja, in onze klas. Nou ja, we moeten zorgen dat het stopt. Ja. Oké. Nee, ik ook niet. De volgende dag komt Cornel op school. Cornel is erg populair geworden. En de meisjes zijn helemaal gek op Cornel. Ze hangen om zijn nek. De stoere bink. De kinderen komen de klas binnen. Ook hier blijven ze vechten om naast Cornel te mogen zitten. Jongens, wat zijn jullie aan het doen? Cornel is onze beste vriend. Ja, ik zit naast hem zitten. Wij zijn zijn beste vrienden. Maar hun ik niet. Zit hier. Hun niet. De juf moet in actie komen. Of we staan plaats voor hem. Gaan jullie daar maar even zitten. De juf heeft een rooster gemaakt,
zodat iedereen een keer naast Cornel mag zitten. Cornel voelt zich nu helemaal thuis in Friesland en gaat elke dag met veel plezier naar school.